De ingang van de camperplaats. Dit is de raamhoeve. Ja, midden in de landerijen. Zo, we zitten weer lekker in de zon voor de camper. We zijn dit weekend naar de Raamhoeve, vlakbij Haren, in Noord-Brabant. Zo, de recreatieruimte. Mooi zitje. Kun je inchecken, je campercontact. Gelijk betalen. Folders, route. Zo, we treffen het weer. De camperplaats bestaat vandaag precies een jaar. En hierdoor ontvingen wij een tractatie. Het is zaterdag. Nadat we in de ochtend rustig aan hebben gedaan, zijn we een knooppuntenroute gaan fietsen die ons over de Loonse en Drunense heide zal gaan voeren. We zijn vanaf de camperplaats vertrokken naar de route via Helvoort om naar IJzermanheim, via Kromvoort naar Giersbergen, door de bossen en een stukje langs het afwateringskanaal. Hierna richting Kaatsheuvel, waar we langs de Efteling zijn gefietst, vervolgens naar Loon op Zand langs de Loonse en Drunense duinen weer terug naar de camperplaats. We zullen de routepunten in de omschrijving van de vlog zetten. De beelden volgen nu.
bos kom je zo'n mooi kapelletje tegen. Sint Hubertus. Heerlijk stuk al gefietst door de bossen van de Loons en Drunense Duinen. En we staan nu even op een heel mooi punt bij de hei. En we gaan zo meteen weer verder fietsen. Ja, eindelijk de hei gevonden. Nou, naar een heel eind fietsen. Na 28 kilometer al. We rijden langs de Efteling. Eens kijken of het hier op komt.
Zo, en weer terug op de camperplaats. Dik 57 kilometer gefietst. Hallo! Nee, er is niemand in de camper. Eet smakelijk. Eet smakelijk. De nevel die over de velden op komt zetten. Heel mooi gezicht is dat. Zondagochtend. We konden de camper voordat we naar huis gingen langer op de camperplaats laten staan, zodat we nog even in de omgeving konden fietsen. Vanaf de camperplaats keken we over de velden uit op een mooi klooster, landgoed Harendaal. Dat wilden we van dichtbij bekijken, wij daar op de fiets naartoe. Als we daar aankomen, blijkt het een grote ruïne te zijn. In 2019 is er een groot gedeelte afgebrand. We hebben vandaag weer 29 kilometer gefietst. We hebben een rondje om en door Helvoort gedaan. En nu nog even wat drinken. En dan is het weer inpakken en terug naar huis. En tot de volgende keer. Doei doei. Doei.